Mijn naam is Els Ampe. Ik ben uw volksvertegenwoordiger. Hier behartig ik uw belangen. Mijn partij is Open VLD en daarom strijd ik hier voor een betere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel, voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen en een economie waar iedereen in vooruit geraakt. Dat is wat ik ga doen. Hier vanop dit spreekgestoelte zal ik elke keer het woord nemen om de stem van het volk te laten weerklinken. 5 jaar lang. U kan op mij rekenen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik heb deelgenomen aan de verkiezingen omdat ik heel graag zou willen dat er iets verandert op vlak van mobiliteit. Dat de mobiliteit tussen Brussel en Vlaanderen verbetert. Maar ook dat de kwaliteit van ons onderwijs heel goed is, zowel in Vlaanderen als in Brussel. En uiteraard ook om de economie te verbeteren. Jobs voor iedereen, zorgen dat mensen vooruit kunnen in hun leven. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Op de dag van de verkiezingen probeer ik altijd lang uit te slapen, maar dat is mij nog nooit gelukt. Dus ik was nu ongeveer rond 6:30, 7 uur wakker. En dan heb ik de dag doorgebracht met mijn kinderen en mijn man. Veel gebabbeld en ook wat gesport. En tegen ongeveer 5-6 uur in de namiddag ben ik naar de partij Open VLD gegaan in de Melsestraat. En daar heb ik dan ook de eerste resultaten zien binnenkomen. Maar het was pas om 2 uur 's nachts dat ik wist hoeveel voorkeursstemmen ik zelf behaalde en hoeveel zetels onze lijst had. Dus het was een heel lange dag. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik behaalde 3.800 en nog iets voorkeurstemmen. Daarmee had ik de hoogste penetratiegraad. Dus de hoogste verhouding van aantal voorkeurstemmen ten opzichte van de kiezers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de Nederlandstaligen. Maar ja, onze partij heeft het niet zo heel goed gedaan. En ondanks mijn persoonlijke mooie score vind ik dat we over 5 jaar vooral een betere score moeten hebben voor Open VLD. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik verwacht eigenlijk om het verschil te maken, om hier echt vanop de tribunes van het Vlaams parlement de problemen aan te wijzen en ook de oplossingen aan te reiken. Iedereen ziet de problemen, vlak van mobiliteit, de files, de frustraties, de verloren tijd, maar er zijn ook oplossingen. Bijvoorbeeld meer metro in Brussel, randparkings, maar ook vlotte snelwegen en vlotte fietswegen. Er zijn echt oplossingen die moeten er komen. En het is enkel en alleen door elke keer de problemen aan te wijzen en de oplossingen aan te reiken dat er ook iets gaat veranderen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik ben schrijver, ik schrijf romans. En ik plan om dat te blijven doen, omdat ik voor een groot stuk ook mijn creativiteit wil gebruiken. En naast de politiek is er ook een ander leven. Alleen maar van de politiek leven vind ik niet zo'n goed idee. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Regelmatig krijg ik toch wel eens klachten van mijn kinderen dat ze zouden willen dat ik meer thuis ben. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel heel fier wanneer ik als politicus iets kan realiseren. Dus ik denk dat er vaak bij hen een dubbel gevoel leeft. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, de kiezer mag mij vooral afrekenen op mijn inzet, mijn doorzettingsvermogen en mijn absolute wil om de punten van mijn programma te realiseren.